Oké, jongens, mijn kamer is een beetje semi-opgeruimd. Ik vind het wel goed voor nu. En ik ga zo lekker douchen, dus ik ga je eventjes het product laten zien waar ik het over had. Ik heb het namelijk hierover. Dit zijn namelijk de Serie Expert Pro Longer Shampoo en Conditioner van L'Oréal. En het is een filler A100 plus Amino Acid. En dit is dus voor het wat langere haar. En deze shampoo, deze conditioner shampoo is nu zoals je kan zien ongeveer op de helft. Dus ik heb al een tijdje kunnen kijken hoe ik het vind. Zo, ik zit jullie trouwens heel erg anders, want dan kan ik het wel beter laten zien. Maar ja, dit zijn dus de shampoo en conditioner. En om heel kort te zeggen, ik kan natuurlijk niet enorm nu al vertellen wat ik ervan vind. Omdat ik natuurlijk mijn haar geverfd en tussentijd heb en geknipt. Maar ik vind wel met deze shampoo dat ik mijn haar minder vaak hoef te wassen. En dat het veel minder snel vet wordt. En dat vind ik zelf wel heel erg chill. Want ik moest het normaal eigenlijk bijna elke dag wel wassen. En nu was ik het meestal één keer in de vier dagen. Dus dat is voor mij echt al een pluspunt waarom ik echt, waar ik heel blij mee ben. Dus ik ga ook zeker hierna een nieuwe kopen. Omdat ja, ik vind het gewoon heel chill dat ik mijn haar nu niet meer zo mega vaak hoef te wassen. En dat het niet zo enorm snel vet wordt. Want ja, jaarwas is gewoon ook helemaal niet zo heel goed voor je haar. Ik zal hier wel eventjes een plaatje laten zien van hoe mijn haar een beetje eruit zag voordat ik het ging gebruiken. Zoals ik al zei, kan ik niet heel veel verschil zien in mijn haar zelf. Omdat ik het en kort heb geknipt en ik heb het geverfd. Dus zoveel verschil kan ik niet echt laten zien. Maar ik kan jullie wel echt vertellen dat het echt een enorm chill product is. Dus ik ga nu lekker douchen met deze shampoo en conditioner. Ik laat zien wat ik dan vervolgens doe. Ik borstel gewoon mijn haar door. Dat doe ik eigenlijk altijd met een tangle teaser. En ik begin altijd onderaan. Want dat heb ik dus aangeleerd. Dat als je onderaan begint, dat je dan je klit of zo minder beschadigt. Waardoor je, ja, dat is gewoon, dat dat beter voor je haar is. Wanneer je bovenaan begint, zo zeg maar. En wat ik nu doe, is ik laat eigenlijk gewoon mijn haar zoveel mogelijk aan de lucht drogen. Maar het laatste stukje föhn ik. Anders wordt mijn haar wel heel erg pluizig. En dan doe ik daarvoor gewoon eventjes een heat protector in. En dat is eigenlijk. Doe daarna wat haarolie. Maar mocht je benieuwd zijn naar een volledige haarroutine, laat eventjes weten. Want dan kan ik die binnenkort voor jullie gaan filmen. Maar dit zijn dus in ieder geval de producten van L'Oréal die ik de laatste tijd heb getest. En ik heb ze trouwens van www.kapperskorting.nl of .com. Dus daar kan je ze sowieso halen. Maar ik ben er wel echt super tevreden over. Ik ga nu in ieder geval even nog lekker chillen. En dan ga ik me daarna klaarmaken. En even kijken wat ik aantrek. Want dat weet ik nog niet. We hadden een thema glitter en glamour. Dus ik heb één outfit met een glitterbroek, maar dat was dezelfde outfit als mijn verjaardagsfoto. Dus weet ik niet helemaal wat ik dat leuk vind. En dan heb ik nog een andere outfit, maar daarvan was het hoekje een beetje te groot. En die was ook niet helemaal glitter en glamour, maar wel leuk. Maar goed, ik heb nog ongeveer 3 uur, dus ik ga eerst nog even lekker chillen.